En vanavond een goedemorgen en welkom bij deze live uitzending vanuit Pont Buiten. We zijn bij de Gertruida Pontschool en er is sprake van vandalisme hier. Mensen hebben dus dan, je zou kunnen zeggen, ingebroken, allerlei dingen gedaan. En de ouders, zoals het schoolhoofd, die zitten met dus dan de handen in het haar. We gaan dus dan vandaag praten met het schoolhoofd, maar natuurlijk ook met ouders. En we gaan de situatie voor u dus dan, tenminste we gaan de situatie laten zien wat er allemaal hier gebeurt aan de Gertruida Pontschool. Laat ons beginnen met het schoolhoofd, want zij gaat ons meer vertellen over wat er hier gebeurt. Hoe gaat het met u? Best dank u. Ja. Het is het begin van een nieuw schooljaar. Ja, nou nieuw schooljaar van een ander kwartaal. En we hebben dit. Hoe kijkt u tegenaan? Ik ga u eerlijk zeggen, het is niet prettig om zo te starten. Elke dag. En dit gaat niet meer om diefstal. Het gaat nu echt om vernielingen. Ja. Er worden vernielingen aangebracht. Elke dag weer. Ze hebben al die sleutels van ons meegenomen. Dus ik weet niet wat ik moet zeggen hoor. Ik weet het echt niet. Gebeurt het vaak? Laten we zeggen vanaf december, voordat de school zal beginnen, is het iets van bijna elke dag nu. Wow. En dinsdag hebben de interieurverzorgsters, u moet begrijpen daarvoor als het al gebeurt. Dinsdag maken de interieurverzorgsters schoon. Ik kom donderdag weer hier en alles is weer vernietigd. Dingen worden gewoon uit de kast gehaald. Er is zelfs een bureau gebrand in een van de lokalen. Maar nemen ze spullen mee? Is het diefstal? Hoe kijk je tegenaan? Ze hebben al alles meegenomen wat ze mee konden nemen. Nu showen we met alles, telefoon, wifi box, alles nemen we nu mee. Ze hebben zelfs onze sappen meegenomen. Zelfs met sappen moeten we showen. Dus nu kunnen ze niets meer vinden, dan vernielen ze gewoon. Ja, is dit al bekend bij onderwijs? Bij EBG. Ja. Ja. En wat zeggen ze ervan? Ik denk dat u die vraag misschien kunt stellen aan onze HRM of de directeur. Ja. Maar ze zijn wel bekend ermee. Ja. Wat nu? Wat nu? Dat is de vraag. Wij hopen dat er een oplossing komt, want zo kunnen we niet verder. Je kan niet elke dag naar school komen en er is ontlasting in het toilet. Dus wat wij nu willen is dat er een oplossing komt, zodat wij daar gewoon prettig verder kunnen werken. Wat denken jullie aan bewaking? We hebben in elk geval twee wachters. Dus ik weet wat doen ze dan? Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik daarvan moet zeggen, maar we hebben twee wachters. Er zijn wel wachters hier? Ja, er zijn in de avonturen ook? Eigenlijk moet die ene vanaf 3 uur beginnen. En die ander lost hem af, tot 7 uur 's morgens. En zien ze die dingen niet? Ze zullen het wel zien. Maar wanneer is er gevraagd? Wanneer ik het bericht heb gehad, dan melden zij bijna een week daarna. Dus? Ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar goed, we gaan de situatie bekijken. Kunnen we het even bekijken? Jawel. We gaan even de situatie bekijken en u kunt ons mee nemen naar de situatie. Dit is het kantoor, uw kantoor. Mijn kantoor. Dit was al opgeruimd. Dinsdag. Dit is na dinsdag. Wow. Alles overhoop. Alles. Daar zit u een deel van december. Wat nog niet weg is gezet. Die kast. Is er geld binnen hier of zo? Nee, nee. We laten geen geld. We laten niets. Maar ik vraag me af, waarom doen ze dat? Dit is duidelijk. Oh, ze komen van boven. Of van bovenuit komen ze naar binnen. Via het plafond, hè. Is verschrikkelijk. En werken in zo'n situatie is niet mogelijk. Helemaal niet. Helemaal niet. We hebben het vaker gedaan, steeds zelf opgeruimd. Toch? Je geeft het wel door, maar je denkt van ja, we komen hier, we zijn er voor de kinderen. We hebben een keer zelfs moeten draaien, een week zonder water. We moesten zelf water sjouwen van huis. Naast bij liggen des heils water halen. Een week zelfs ook zonder toiletpot, want dat hadden ze ook meegenomen. Ja. We hebben het gedaan. Niemand weet het. Toch, maar nu wordt het een beetje te veel. Ja, ja, ja. Nu wordt het een beetje te veel. Kunnen we verder? Om de situatie te bekijken. Dit is nog steeds de Gertruida, de Gertruida Pontschool. Waar er vernielingen worden gepland. Die hebben ze hier ook meegenomen. Dus meegenomen? Ja, die hele. Oké. Ze hebben ook hier in... Ze lopen ook van hier. Ja, ook via het plafond hier komen ze naar binnen. Dit is verschrikkelijk wat er hier gebeurt op Pont Buiten. Dit is alles, dit zijn de zaken die we dus dan hier zien. En wat er hier gebeurt bij de school.
er zijn wachters, twee wachters. Dus je zou kunnen denken dat de situatie dus dan anders zou moeten zijn. Maar met twee wachters erbij krijg je dit. Maar goed, we gaan verder. Is dit alles? Is dit alles? Hebben we nog meer? Oké. Misschien breken ze elke keer weer open om de troep achter te laten in het toilet. Ze breken hier elke keer weer open om hun troep achter te laten in het toilet. Is dat niet gelukt? Nee. Okay. Maar al die deuren zijn zo'n beetje kapot. Ja, dat hebben zij gedaan. De meisjes kunnen niet naar het toilet, want ze zijn met die sleutel. En iets op slot. Ja, ze zijn met die sleutel weg. Dan ga ik u laten zien waar ze lopen. Kijk u daar bovenin, vandaar ook niet. Dat is toch verschrikkelijk. Dan kijken we ook hier SWM. Ik denk dat ze ook moe van zijn, dat ze steeds onze meter meenemen. Dus nu hebben ze maar een pijp voor ons geplaatst. We hebben dus geen hoofdkraan. Jullie hebben geen meter meer? Nee. Omdat ze die... Dus jullie betalen geen die voorwaarde? Dus eigenlijk betaalt EBG, dus ik zou het niet met zekerheid kunnen zeggen. Ja. Verschrikkelijk wat er hier gebeurt aan de Greetruida Polkschool. Waar dan ingebroken wordt. Zijn ze niet hier in dat lokaal geweest. Dus vandaag toen we kwamen, hebben we dit. Vrijdag was hier nog goed. Was nog schoon. Dus vanmorgen is het erbij gekomen. Ze hebben niets te doen, zeg ik. Dat klopt. Ben ik helemaal met u eens. Wat ik bedoel, als je tenminste komt voor diefstal, dan ben je voeren dat je weet hoor. Maar dit is vanille. En jullie hebben geen idee wie... Een ouder heeft ons gezegd, het gaat om jongens tussen de 11 en de 15 jaar, want ze heeft ze dus wel gezien. Maar als je ze waarschuwt, schelden ze uit. Dat heeft zij gezegd. Verschrikkelijk wat we dus dan hier meemaken aan de Greetruida Polkschool, waar het ingebroken wordt en er lijden. Ja. Wel over, dus hier kunt u het beter zien, hier ook. Dus ze waren ook hier? Ja. Dit is verschrikkelijk. Ik vraag me af, hè, Roberto, waarom? Dus dat is de vraag, hè, waarom doen ze dit? Ik kan me niet voorstellen. Het zijn geen kinderen van de school, maar die kinderen van de school zijn niet zo oud. Nee, we denken niet dat de kinderen van de school zijn. Ja. Verschrikkelijk wat we hier zien aan de Greetruida Polkschool. We gaan even verder, misschien met een ouder praten. Om te horen wat de ouders ervan vinden. En ik kan me voorstellen dat jullie... Tafel in brand gestoken. Ja. Hier hebben ze die tafel in brand gestoken. En daar hebben ze helemaal, hebben ze bijna alles eruit gehaald. Verschrikkelijk wat we hier zien.
ik vraag me af, hè, waarom die mensen dit doen. Ik kan nog steeds niet komen op een reden. Ik kan nog steeds niet komen op een reden waarom men dit doet. Dus ze zijn door alle klassen heen gegaan. Dat zou je kunnen zeggen. Alle klassen. Hiernaast hebben ze alle. Dus letterlijk de goeie in alle de klas. En de man vernietig gewoon alle fanny. Wow, dit is gewoon net weer opnieuw beginnen hier aan de Geertruida Pontschool. Waar mensen, je weet niet wie, vandalisme hebben gepleegd. Verschrikkelijk. Vrijdag was het er niet. Ik was ze kapot hebben gemaakt. Dat was er vrijdag nog niet, dus van binnen kunt u het misschien beter zien. Maar moeten jullie die wachters niet spreken? Ik ga u eerlijk zeggen, ik heb het doorgegeven aan EBG. Niet één keer, niet twee keer. Zijn oude mannen nog die wachters? Nee, niet echt. Leeftijds ongeveer? Zo, geen idee. Maar ze zitten in elk geval niet in de buurt van de 60. Helemaal niet. 40 zoveel? Zoveel is gebeurd, hè? Hoe hebben ze het niet gezien? Dat weet ik ook niet. Daarop kan ik u geen antwoord geven. Ja. Weet ik ook niet. Want bijvoorbeeld, een deur zet je toch niet in een plastic zak of in een tas? Ja. Toiletpotten? Ja, maar die zaken die ze ook hebben gedaan in die lokalen, je gaat het horen. Klopt. Sowieso ga je dat horen. Klopt. Dus ik weet het maar niet. Doen jullie een check-up laat in de avond als ze hier zijn? Weet je, wat de bakatak de jada doen de jatu? EBG heeft wel controleurs. Dus ik weet niet in hoeverre die. Maar laat me zeggen, de wachters geven aan dat ze bekogeld worden. Dus ze zijn bang voor hun veiligheid. We hebben hiernaast de Taborschool. Hetzelfde gebeurt niet op de Taborschool. Maar mevrouw, als de wachters bang zijn voor hun veiligheid, dan waarom zijn ze wachters? Daarop kan ik ook geen antwoord geven. Ik wil alleen aangeven dat het niet gebeurt op de Taborschool en ook niet op OS Pontbuiten, hier achterin. Zijn drie scholen hier. Ja. Het gebeurt hier op de Geertruida Pontschool. Wanneer starten jullie dan? Want jullie moeten opruimen, allerlei dingen doen. Wanneer er een oplossing komt. Dat is het eerste wat wij willen. Toch? En wij hopen dat er tenminste iets gedaan wordt met de wachters. Of gedaan wordt aan de wachters. Ja. Toch? Want als we daarmee beginnen, dan kijken we verder. We hebben ook gevraagd naar, om die poort voor ons in orde te maken. En ook een... liefijzer te plaatsen daar achter de wassen lopen. Ja. Dus we wachten daarop. Als dat alvast gedaan wordt, dan kunnen we weer starten. Ja. Want jullie kunnen niet opruimen en morgen weer hetzelfde krijgen. En dat gaat gebeuren. Dat gaat wel gebeuren. We ruimen nu op en morgen treffen we hetzelfde weer aan. Dus we willen toch wel dat er iets gebeurt. Hebben ze daar ook kapot gemaakt? Ja, daar hebben ze ook kapot gemaakt. Ja. We blijven het volgen. Wat is je naam? Charlery. Oké. Okay. Mevrouw Charlery, we blijven het volgen. Dit is wat we zijn komen aan treffen hier aan de Geertruida school. Laat ons even met één ouder praten om te horen hoe zij dat ervaren. Omdat ze hun kinderen hier op school hebben. En ze kunnen dus dat ook hun mening daarover geven. Ja, je bent ouder. Wat vind je van de situatie? Verschrikkelijk wat ik gezien heb. Het is heel, heel erg. Toch? Vrijdag heb ik het al gezien, dus toen ik het bericht kreeg van morgen dat het erger is geworden, dacht ik nee, zo kunnen we niet verder. Dus namens de ouders wil ik dit zeggen, laat de instanties nou gaan voor een duurzame oplossing. Ja, maar ik vraag me af, hè, want ik heb gekeken naar de situatie, waarom doet men dat? Ik heb ook geen idee, dat is gewoon vernieling. Ja, want je neemt niets mee. Ai. Klopt, het is geen diefstal. En de vraag is waar die wachters zijn. Er zijn twee wachters, heb ik me laten vertellen. Ik heb begrepen in de wandelgangen dat men de wachter zei dat hij bedreigd wordt. Maar dan moet je dat toch doorgeven. Ja, maar je bent wachter.
Maar als je het niet aan kan, geef het door dat je het niet aan kan. Dan komt er een andere oplossing. Ik laat onderwijs de minister kijken wat er kan gebeuren. Het is wel onder EBG, maar het gaat om onderwijs, is min of. Ja, maar het onderwijsproces hier wordt nu gestagneerd. Het is gestagneerd, ja. Je moet denken wat de COVID-periode. De kinderen gaan eraan. Klopt. En dat is lastig. Het is lastig. Ja, ja. Er moet een oplossing in komen bij deze. Wat geeft u mee? Ik wil oproepen toch, aan de beleidsmakers. Laten we gezamenlijk, natuurlijk zijn wij als ouders, als dat mag, kan, denk ik. Een gezamenlijke oplossing, een duurzame oplossing hiervoor zoeken, vinden. Ja, ja, ja. Het is voor alles is er een oplossing, het is zo moeilijk, denk ik. Ja, ja. Als u, ik vind, hoor, is mijn mening, als die wachter vindt dat hij bedreigd wordt, laat mijn militairen sturen. Ja toch, zodat de situatie dan mild wordt, dat we gaan naar een normale situatie, overgaan naar een normale situatie. We blijven het volgen, dankjewel. Yes. En zo hebben wij dus dan deze live reportage gedaan vanuit de Geertruida Pontschool. Het is het basisonderwijs der EBGF's waar er ingebroken wordt, vandalisme wordt gepleegd. En ja, de situatie is niet goed te noemen. Nou, we hopen dat er een oplossing komt. We blijven de situatie volgen. Als we meer informatie daarover hebben, laten we dat weten. Mede namens Roberto Ormskerk. Ik ben Gerald Harderwijk. Tot een andere keer.